Goedenavond, mijn naam is Lady Tasha, 28 en uit Oost-Vlaanderen. Wat is jouw ambitie om mee te doen aan Miss Drag Queen de Pannen? Gewoon om te zien waar je staat. Een heel leuke ervaring. En ja, om het kroontje te hebben. Hè. Is dat zo belangrijk, dat kroontje? Ik denk voor alle kandidaten wel, dat het kroontje en het lint heel belangrijk is. Hoe ben je er ooit toe gekomen om als drag queen aan de slag te gaan? Wel, ik ben afkomstig van Aalst, oorspronkelijk. En daar, ja, vuil Jeannette. En ik wou het proper doen. En daarmee dit. Is het de eerste keer dat je meedoet aan een wedstrijd? Nee, ik heb al verschillende wedstrijden meegedaan. Meestal caféverkiezingen, maar dit is wel een van de grootste verkiezingen natuurlijk. Super, veel succes hè. Dankjewel. Goedenavond, mijn naam is Bo en ik ben afkomstig van Meerdonk, Oost-Vlaanderen. Dag Bo, is het de eerste keer dat je meedoet aan een dagelijke wedstrijd? Nee, ik heb al verschillende wedstrijden meegedaan, maar niks gewonnen. En nu dacht ik van een tweede grootste verkiezing van België, dacht ik wel van oké, daar gaan we voor. Wat is jouw drijfveer om aan een dagelijke wedstrijd mee te doen? Ik hoop een van de drie lintjes of een van de drie kroontjes mee naar huis te mogen nemen. Maar we zullen zien de avond zelf, 14 februari. Wat vind je zo leuk aan de act om een drag queen te zijn? Wat vind je daar het leukste aan? Eigenlijk de schmink, de uiterlijk, hoe dat je kunt zijn. Ik vind het super leuk als meisje door het leven te gaan en als jongen. Dus dat zijn twee combinaties van één eigenlijk. Heel veel succes. Dank u wel. Goedenavond iedereen, ik ben Miss Janet. Ik ben Miss Drag Queen de Pannen 2015. Ik ben afkomstig uit Louwen. En ik doe gewoon mee om me goed te amuseren en gewoon voor de fun en met een serieuze lap opgeven. Je hebt dat juist verteld dat je een aantal jaartjes ouder bent dan de andere kandidaten. Hoeveel jaren ben jij al bezig met zo'n drag queen optredens? Dat gaat nu ongeveer denk ik een 9 jaar zijn. Ja, mijn start in 2006, dus het zal 9 jaar zijn. Dus iedereen heeft een feest aan 10 jaar, dus ik heb een feest aan 9 jaar. Wat was jouw drijfveer om daarmee te starten? Ik ben een paar keer geweest naar Miss Drag Queen de Pannen en ik vond het gewoon fun en het is gewoon leuk en iedereen amuseert zich. Het zijn altijd toffe nummers, het is een toffe organisatie en ja, ik voelde mij gewoon geroepen om een keer mee te doen en dat gaat serieus wel in orde zijn. Een luisterlap opgeven, dat klopt, ja. Wat was voor jouzelf de aanleiding om als drag queen te beginnen? Mijn aanleiding was feitelijk van mijn goede vriendin, Dolly. Die me een beetje ingeleid heeft in het milieu om daar aan mee te doen. En van de eerste keer komt het een tweede keer en van de tweede komt het een derde keer. En ja, wordt daar een beetje aan. Het is wel een andere persoon om daarin te stappen. En het is gewoon. Ja, ik vind dat gewoon leuk. En mensen te amuseren. En als je op het podium staat, is dat gewoon fun. En je ziet dat de mensen zich goed amuseren. En dat is gewoon een voldoening. Ik vind dat gewoon goed om de mensen te zien glimlachen en te genieten. Dat doet me echt deugd. Ja, klopt. Voilà, dank u wel voor het korte interview. Heel veel succes en misschien een kroontje. Hè? We gaan ons best doen. Dank u wel. Dank u. Goedenavond. Jij komt hier supporteren. Wie ben je? Ik ben Dolly. Ik zit al meer dan 20 jaar in het vak. En ik kom supporteren voor mijn beste vriendin, Jeannette. En je zit zelf ook in het vak. En al 20 jaar. En wat was voor jou de aanleiding om daar ooit wat te starten? Goh, ik ben begonnen in de tijd met een goede vriend van mij die dat al deed. En ze deden dat in feite met twee en opeens is de ene gestopt en die vroeg aan mij van wil jij meedoen. En de eerste keer was ik super nerveus, gelijk iedereen denk ik. En, maar nu, na al die jaren valt dat wel mee in feite. En doen we praktisch in feite elke week show samen, Jeannette en ik. En zo dus kom ik een hartje onder de riem steken voor Jeannette. Wat vind je van de andere kandidaten die je gezien hebt? Absoluut top vind ik. Allee, ze is natuurlijk de oudste, mijn beste vriendin, maar dat neemt niet weg, ja, dat ze misschien de beste kan zijn. Maar ik vind iedere kandidaat dat dat doet, chapeau. Is het niet een hele overwinning om zo ineens mee te doen aan zo'n wedstrijd? Denk het wel. In feite, van, iedereen wil toch winnen in feite, dat meedoet. Je doet tenslotte mee om te winnen. Ook
al is er veel fun en is er, maar iedereen denk ik deed toch na het kroontje. Oké, dankjewel. Geniet nog van uw avond en het is te hopen dat je vriendin mag winnen. Hè? Voilà. Bedankt. Tot ziens. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Mystique Royal. Ik ben 22 jaar en afkomstig uit het Antwerpse Westmalle. Wat is voor jou de drijfveer om aan deze verkiezing mee te doen? Ik heb het al in mijn presentatie gezegd. Ik beloof Miss Nicole al enkele jaren dat ik ga meedoen. Andere jaren is er iets tussen gekomen of andere prioriteit. En dit jaar had ik niks om de hand, dus had ik zoiets van Nicole, achter het jaren beloof ik u, doe ik mee. Wat hoop je eruit te halen? Oh, ik ben opgeroeid in West-Vlaanderen. Ik heb hier ook begonnen als travestie en ik ben verhuisd naar het Antwerpse. Maar ik wil toch dat West-Vlaanderen niet vergeet wie ik ben en wat mijn kunnen is. Oké, en hoop je op een kroontje? Hoop ik op een kroontje, natuurlijk. Kans doen niet mee aan een verkiezing, natuurlijk. Maar evengoed wens ik iedereen die meedoet evenveel succes toe. Maar ik hoop natuurlijk zelf op een kroontje en we zullen daar natuurlijk ons uiterste best voor doen om dat toch mee naar huis te nemen. Dankjewel. Nog veel succes, hè, met de verkiezing. Dankjewel. Ik ben Tarifa Minaj, ik ben uit Antwerpen. Hoe lang ben jij al bezig als drag queen? In februari 1 jaar. Dus je bent eigenlijk nog een beginner? Ik ben een beginner, inderdaad. Doe je het graag? Heel graag, anders zou ik het niet doen. Hè. Uiteraard. Wat is voor jou de motivatie om mee te doen aan Miss Drag Queen de Pannen? Ik heb een tijdje geleden meegedaan aan Miss Travestie West-Vlaanderen. En dacht ik, ja, ik ben door Pamela, dat is de voorzitter, die had me dan haar gezien en die zei tegen mij van waarom doe je niet mee aan de Drag Queen de Pannen? Dat is ook een leuke verkiezing. Ik zeg tegen haar, ja, dat is ook een leuke verkiezing. En dan heb ik mij gewoon kandidaat gesteld bij Nicole om mee te doen aan Drag Queen de Pannen. Lijkt me om mee te doen. Wat is jouw ambitie? Mijn ambitie, gewoon doorgaan en proberen in de eerste 3 te zijn. Veel succes, hè. Dank u wel.